Sterkhuis 3-0 nederlaag bij Jong Ajax, goed op tijd. Ja, zeker. Wel heel veel goede dingen gezien. Klinkt wat gek als je 3-0 verliest, maar als je begint met de positieve dingen van vandaag, was het voetbal eerste helft. Zeker ten opzichte van wat we vorige week hebben laten zien. Dat was gewoon heel slecht tegen Telstar. Was nu goed voetbal, goed van kant en kant speelt, durf opbouw van achteruit, mensen tussen linies. Goede kans gekeerd. Ja, net voor de goal, net niet. En ook een hele goede schep op de goal daar, die gewoon bovengemiddelde kwaliteit heeft op dit niveau. Dus dan ga je met 0 de rust in, of 1 of 2-0 voor moet staan, gezien de verhouding op veld. Ja, tweede helft brengen we nog wat extra kwaliteit in de rust erin. En dan valt die 1-0, ja, lopen we gewoon niet mee. Back eroverheen, eigenlijk exact hetzelfde als vorige week. Wat we uiteraard besproken hebben, waar Zwarts gewoon mee moet lopen. 1-0. Krijgen hun wat meer vertrouwen dat we de ruimte het grote hebben. Nog een paar aardige mogelijkheden om toch weer in de rest te komen. Nog een balletje van de lijn, hensbal wel of niet. Dus dichtbij. Alleen ja, je geeft wel wat meer ruimte weg. En dan zie je dat ze heel vaardig zijn en dat goed te benutten. Dus uiteindelijk staat er dan een teleurstellende 3-0. Ja, maar het verschil tussen de tweede helft was best wel groot. Ja, klopt. Omdat je dan eigenlijk zelf niet beloont. Dus dan wat ik zeg, dan brengen hun nog wat extra kwaliteit in. Ja, het doelpunt kunnen een wedstrijd natuurlijk altijd kantelen, positief of negatief. Ja, in dit geval was dat negatief. Ja, mis je dan net een beetje geluk dat de bal dan wel goed valt? Ja, geluk. Of net niet scherp genoeg. Of net niet voor de goal. Of net zei wat een hele goede keeper. Ik denk een aantal ballen bij andere keepers op dit niveau gewoon 100% goals zijn. Dus dat heb je dan op dat moment ook mee te maken. Dus, maar het was allemaal net niet. Ook tweede helft nog een paar hele goede momenten. En dan liet hij een keer een balletje losscheppen. En dan zaten we er niet bij. En bij ons wel heel slordig. Ook de twee corners die uitgebreid besproken zijn. Hoe we dat moeten doen. Zijn we de 3-0 te laat. De 2-0 reageren we slecht op de tweede bal. Dus ja, dat vind ik wel heel slecht. Positief punt vanavond opnieuw een debutant uit eigen jeugd. Ja, wat dat betreft wel 3 positieve punten. Het voetbal wat ik benoemd. Ik vond Julian Baas echt een hele goede indruk maken. Veel bravoure. Overeind gebleven waren 90 minuten lang, dus knap. En niet een hete gedebuteerd. Dus ik vond wel dat hij dat verdiende. Heeft de laatste tijd het goed gedaan, 21. Dus dat was hem gegund.